En dit is die gouden medaille die Marcel Schouten van het NTC Eindhoven mee terugnam naar het Eindhovense zwemstadion. Ik denk dat, dat we het open water zwemmen weer op de kaart hebben gezet. Nou ja, na Maarten weer een nieuw succes is in de Nederlandse open watergeschiedenis. Een geschiedenis schreef het drietal op de nieuwe ploegenachtervolging. Simpel uitgelegd, jagen op een andere ploeg die net iets eerder is gestart. 5 kilometer in donker water. Hoe communiceer je dan met elkaar? Dikke op de voeten. En dan gewoon, ja, je merkt gauw genoeg of het een tikje is of dat het echt tik is. En zo hebben ze en zo'n tik, wat betekent die? Ja, harder. En tikjes was gewoon van, ik ben er nog, dus ik lig nog op de voeten. Behalve het succes op de ploegenachtervolging was er ook Nederlands goud op de 10 kilometer voor Sharon van der Rouwendaal en Ferry Weertman. Ik denk dat de sfeer in de ploeg heel belangrijk is. En we hadden het goed naar ons zin. We hebben een hele goede voorbereiding gehad. Succes waar coach Marcel Wouda mede debet aan is. Nou ja, het is een optelsom van alle goede dingen die je in een jaar door laat zien. Komen nu samen en vormen zich tot het resultaat. Voor de jonge zwemmer is het zijn eerste internationale gouden medaille. Wellicht dat hij ingelijst wordt en dat hij opgehangen wordt op een kamer. Nou ja, dan dat denk ik eigenlijk als eerste. Of ja, of hij komt in de vitrinekast. Zit er echt goud in? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk dat dat alleen bij de Olympische Spelen het geval zal zijn. Ja. Vind je mooi? Ja, tuurlijk. Ik ben er hartstikke blij mee. Dus dat is, ja, tuurlijk vind ik hem mooi. En waarschijnlijk straks ingelijst terug te vinden aan de muur.